vind het een grote verantwoordelijkheid, maar ook een grote eer dat ik mee mag bouwen aan Veenendaal. En dat mag ik inmiddels 12 jaar doen. En opnieuw heb ik me beschikbaar gesteld voor een nieuwe periode. Eigenlijk nog gemotiveerder om samen met heel veel andere partijen, met andere raadsleden, met het college en met heel veel inwoners, met mensen uit het bedrijfsleven te bouwen aan ons mooie Veenendaal. Mijn naam is Dick Bot, 44 jaar en sinds 20 jaar woonachtig in Veenendaal. Met heel veel plezier kan ik zeggen, samen met Eline en met onze vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. En naast het politieke werk, wat toch wel de nodige avonden en ja, andere uren kost, ben ik werkzaam binnen een organisatieadviesbureau, Bot en de Bruin, waarin ik vooral de non-profit sector probeer te dienen. En in de vrije tijd die overblijft, ga ik graag het bos in op mijn mountainbike of zitten we op het water. En wat de komende jaren mij uitdaagt en vooral ook wel de reden is geweest om opnieuw kandidaat te stellen, is toch wel de grote uitdagingen waar Veenendaal voor staat. En ik zou er heel wat kunnen noemen, maar ik vat het maar samen in een paar hele grote speerpunten. En dan denken we natuurlijk allemaal aan het thema wonen. Hoe vinden we de komende jaren voor onze inwoners, voor jonge inwoners, huisvesting? En dan ook nog huisvesting die past bij hun situatie. Maar ik denk ook aan de vele, vele ambities die we hebben in Veenendaal. In verhouding natuurlijk tot het beschikbare budget. Dat vraagt om keuzes. We kunnen niet alles. Ik denk ook aan de hele energietransitie, de verduurzaming. Om nog maar niet te spreken over de bereikbaarheid en de ontsluiting van Veenendaal. Er liggen dus hele grote uitdagingen. En daar zet ik graag met heel veel andere fracties en raadsleden mijn tanden in de komende jaren. En de stijl van politiek bedrijven die ik daarbij wil voorstaan, ook in de afgelopen jaren, is toch wel een nuchtere benadering. Het is natuurlijk heel makkelijk om te gaan voor en, voor al die ambities. Maar het is net als thuis, bij de meeste mensen tenminste, we zullen ook keuzes moeten durven maken. Het is niet en, nee, het is of. We kunnen niet de hoogspanning ondergronds brengen. We kunnen niet de rondweg oost verbreden. We kunnen niet al die uitdagingen aan in de openbare ruimte die er liggen. Het vervangen van de wegen. We kunnen niet een nieuwe mooie school bouwen die we niet hebben begroot. En dan ook nog eens een nieuw theater voor 37 miljoen. Dat gaat gewoon niet samen. We zullen dus keuzes moeten maken. En voor mijn partij is het zo dat we die keuzes ook echt willen maken en durven maken. Zijn het investeringen die echt goed zijn voor een heel groot deel van Veenendaal? Is het een algemene voorziening of is het maar iets voor een hele kleine doelgroep? En zorgen we ook dat de lasten voor onze inwoners laag blijven? Voor deze manier van politiek bedrijven sta ik, nu en straks. Alleen op die manier bouwen we aan een echt toekomstgericht en duurzaam Veenendaal. En dan duurzaam in meerdere opzichten.